Net weer beginnen met studeren. Dus ik kan na de persconferentie leek het ons eerst logisch dat het niet zou mogen. Dus kregen we gisteren bericht dat het toch wel misschien zou mogen. En op dit moment is eigenlijk een beetje onduidelijk of het nou wel of niet kan. Dat zit zo. Tijdens de persconferentie van dinsdag wordt duidelijk dat verenigingsgebouwen dicht moeten voor mensen boven de 18 jaar. Woensdag maakt het kabinet een uitzondering voor bibliotheken en buurthuizen. En de verenigingen krijgen te horen dat het misschien ook voor hen geldt. Nu heeft in ieder geval de veiligheidsregio Hollands Midden groen licht gegeven. En daar zijn de studenten op straat blij mee. Je hebt hier gewoon toch minder afleiding om je heen. En andere studenten om je heen zien studeren werkt ook op een bepaalde manier motiverend. Ik heb zelf woon ik in een studentenhuis met 17 mensen in totaal. Dus dat is best druk en luidruchtig af en toe. Zeker omdat nu natuurlijk iedereen thuis zit. Bij SSR hebben ze ook de ervaring dat mensen graag gebruik maken van het buitenshuis studeren. Ja, er zijn eigenlijk iedere dag komen hier mensen om te studeren, onze leden. Het zit niet vol. De tentamenperiode is net voorbij. Dus ik denk dat het daarom misschien ook niet helemaal propvol zit. Het op de vereniging studeren heeft nog één ander bijkomend voordeel. Je ziet er eindelijk nog een paar leden. De vereniging is verder helemaal dicht, dus dan kom je eerst nog wat vrienden tegen. Dus dat is wel heel gezellig, ja.